zitten ze. Niks. Iedereen heeft het. Oh. Oh mijn god. Ja. Ah, goedemorgen iedereen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik heb zo lekker geslapen dat toen ik wakker werd dat mijn ogen gewoon niet open wilden. En ik heb al geen grote ogen, maar ze wilden gewoon niet open. Ze zaten echt zo dicht. En dat is gewoon een teken dat je zo lekker hebt geslapen. Oh. Ik ga de auto instappen en dan ga ik iets ophalen voor mijn maat Enzo. Voor mijn collega, voor mijn maat die hem ook wel noemen. Een soort ding voor achter de boot, want vandaag gaan we lekker varen. Oh, mijn lens is vies. Ah. Lekker cleanen. Vandaag moet een hele gezellige dag worden samen met Enzo, Myron, Shahid, misschien nog de vrouw van Shahid, misschien nog zijn kids. We zien het wel, we gaan in ieder geval met Shahid's boot een gekke dag tegemoet. Maar ik hoop niet dat ik dit keer dit soort domme dingen ga doen met de boot van Shahid. Springen! Springen! Oh, stop, draai om. Daar heb ik echt een paar weken last van gehad, dat ga ik niet meer doen. We gaan wel andere gekke dingen doen, wordt leuk. Moet onderweg even iets ophalen voor Enzo. Een soort kussentje, hij stuurt een foto door. Een soort kussentje voor achter de boot. We gaan volgens mij allemaal dingen achter de boot hangen. Nou, oké, let's go. Enzo zegt, ik moet naar een winkel, moet ik iets ophalen. Alleen het is 50 minuten voor mij rijden en dan moet ik daarna ook nog 50 minuten naar Shahid. Dus dat is een beetje kut. Ligt het toevallig bij jou op de route, want het is bij Schiphol in de buurt. Nou, ik woon heel dicht bij Schiphol. Enzo woont in Zeist. Dus ik kijk op de navigatie. Ja hoor, een kwartiertje rijden voor mij, precies op de route. Naar Shahid, dus dan kan ik het net zo goed ophalen. Helemaal top. Ik heb zoveel zin in vandaag, jongen. Oh, echt gezellig. De locatie die Enzo mij gestuurd heeft mij laten belanden op dit prachtige industrieterrein. Laten we gaan kijken of ik het meekrijg. Ik moet zeggen, ik kom iets ophalen. En dan krijg ik het. Ik moet iets ophalen bij Yamaha. Kijk, dan staan hier dikke motoren, jongen. Maar dit vind ik het vet. Klinkt heel stom. Ik ga zo lekker op quads. Ah, kijk eens even. Top. Een Funtube heet dit. Een stoel, blaas je op, achter de boot. En gaan met die banaan. Nou, ik rij maar snel door naar Zeewolde. Dan gaan we lekker het water op. We hebben prachtig weer. En het is weer tijd voor het partypop segmentje. Of Shahid, of Enzo gaat hem vandaag krijgen. Mocht je niet weten waar ik het over heb, ik leg het zo uit aan een van die gasten als ik hem geef. Dus dan is alles duidelijk. Ah, dit voelt inmiddels gewoon bijna echt elke keer als thuiskomen. En kijk, Mr. Knol is er al. Nou, de voordeur staat open, dus dan zal vast wel iemand mij weer gaan laten schrikken. Ik ben getraumatiseerd. Hallo? 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 Niemand laat maar schrikken. Oh! Waar is die? Daar! Ah, ik zei nog, de voordeur staat open. Iemand gaat me laten schrikken. Let's go! Dit doe die stank verdank. Ik haal voor jou iets op. Dankjewel, maat. Dankjewel. Heb je in de auto liggen? Schok wel. Ik had niet verwacht dat daar nog iemand zou staan. Kijk, oh, het lag op mijn kamer. Ah, ik dacht, kan je beter laten schrikken met een partypop dan met een taser? Dan was je dit niet meer. Hey, wie heeft die zooi op? Je moedervriend. Zo. Okay. Nou. Zo. Ik schrok echt. Ja, ik schrok heel hard. Ja, omdat ik niet meer verwachtte. Zag je mij niet daar? Hè, nee. Met deze camera. Nee, maar ik zat zo. Ik zat om het hoekje zo. Echt? Ja. Nee, maar weet je waarom? Ik keek naar links. Niemand. Ik doe de deur zo hier tegenaan. Niemand. Dus ik wil doorlopen en nog hier. Ik verwacht het gewoon niet. Dit hoekje is perfect. Ja. Hé, hey, maar Enzo, over partypoppers gesproken. Ik doe sinds een tijdje een nieuw segmentje. Mijn vlog ook iets met partypoppers. Ja. Ik geef er één. Kijk, deze moet even uit mijn auto pakken. Deze leeg. Ik geef er één aan iemand. En dan moet die onopgemerkt mij met die partypoppen verrassen. Binnen gewoon de dag dat je hem hebt. Serieus? Ja. Oh, lachen. Zal ik aan jou geven? Ja, is goed. En dan moet je het filmen en dan kijk maar. Ja, is goed. Oké. Okay. Ja, wow, bij mij de juiste adres. Challenge accepted. Nou, kijk of het lukt, maat. 100%. Oh, wat heb jij een lieve stofzuiger? Ja. Oh, wat schattig. Paas je ook tegen. Zo, Shahid, ben je lekker ijsje aan het eten? Ja, man. Ja, lekker. Hey, Enzo. Je hebt hem, hè? Ja, ik heb hem. Succes. Ja, dat komt wel goed. Hé jongens, zitten denken. Is dit het moment? Nee, Ik mis wat. Missen jullie niet iets? Ja, zwembroek. Nee, iets voor achter de boot. Nee, dat meen je niet. Ja, dat ligt toch in mijn auto? Oh, niemand heeft eraan gedacht van ons. Dit is zo dom. Ja, dat is dom, hè? Hij zou die meenemen. Ja, het was jouw schuld. Ja, oh! Ja, wat? Fuck jullie. Je tas met je camera uit de auto. Nee, ik rijd wel even heen en weer. Zal ik mijn sleutels geven? Kijk, we zijn al in de haven. Maar hier, ga je hem halen of niet? Ja, ik haal hem op. Ja, ik pakte mijn tas pakte ik uit mijn auto. Die zat gewoon naast me op de bijrijdersstoel. En dat ding lag achterin. Dus ja, wij hebben ons enthousiasme naar de haven. Vergessen, ja. Kijk, op die boot ligt gewoon een nest. Zie je dat? Er ligt gewoon een van meerkoet of zo. Nou, daar gaan we. De haven uit.
Kijk eens even, gevlektesjahid.nl. Niet. We gaan straks naar de apotheek shampoo halen om je schimmel te bestrijden. Ja, ik denk dat we toch weer om 7 uur thuis zijn of zo, 8 uur. Oh, zijn we zo laat thuis? Dan heeft het geen zin. We gaan straks op het water, gaan we met gekke dingen spelen. En dan daarna even lekker af je eten op het water. Ja. Lekker man. Nou, Enzo is er inmiddels ook weer. En je speedo die past precies. Oké. Oké. Duim erin. Ja! Ja! Yes, yes! Nu was hij alleen. Hij is naakt! Hij is naakt! Maar je pakt zijn camera, gek! Die was geleden! Oh mijn god, hij is gewoon naakt! Hij is naakt! Waar is je speedo dan? Waar is je speedo? Ik wou letterlijk zeggen, zijn speedo is dezelfde kleur als dit opblaasding. Dat heb ik gehaald, maar oh mijn god, die is geweldig! Die is echt geweldig, ja! Dit wordt zo leuk! Ja, ik heb het nou al naar mijn zin. Ja, dit wordt zo leuk. Dit wordt echt leuk, ja. We gaan nu in ieder geval met dat ding achter de boot hangen. Dus kijk hoe dat gaat verlopen. Ik hoop dat mijn nek en dan mijn rug dit keer er goed vanaf komen. Wel normaal vragen, Ilko. Ja, Ilko, even serieus. Je weet hoe erg ik klapte de vorige keer? Ja, jongen, ik ga niet harder dan vol gas. Vuile hond, jongen. Ik ga als eerste plassen. Ik ben keeper gelijk achterover. Plassen. Ja, Ilko, hey, plassen. Ja, beetje gas. Ik moet ook plassen. Ik nee. Moet... Hey. Ik ben keeper achterover. Oké, Ilko, beetje gas. Wat gebeurt hier nou? Zwaaien! Virginia Milama. Gaan we er even achter hangen. Iets minder hard natuurlijk, maar... Enzo, hoe ver kan deze inzoomen, dit ding voor jou? Wat, deze camera? Ja. Ziek ver. Dat is ver, man. Daar gaan ze. Nee, ik vraag dat, want zo'n ding is handig, man. Ziek handig. Wat doe je? Hè? Wat is er? Wat is er te doen? Ik ben aan het filmen. Echt? Ja. Waarom trip je zo hard? Nou, daar gaan ze. Gotcha. Lul, wat een lul. Oh mijn god, die Ilko jongen, hij springt gewoon vol met zijn poten, gewoon vol in mijn heup. Oh, goud, ik hou van dat altijd gekut. Zo mooi. Milana, je gaat een bommetje doen, hè? Ja. Ja, go! Niet mij duwen. Go! Nee, doe ik niet. Ga maar lekker zwemmen, meid. Hoppadee! Koud? Dat haar, kijk hoe schattig dat haar zit, man. Luciano, ga met je zusje zwemmen. Ja, die verzuipt gelijk, denk ik. Pas je op, jongen. Hey, Gio. Papa. Gio. Heb je een Fortnite zwembroek zodat je toch nog een beetje kan gamen als je buiten bent? Dansen! Hey papa, hakken papa! Hakken papa! Hey! Shahid is hout jongen, geweldig! Kijk dan! En zo. Twerk. Hey.
de haven van Harderwijk. En hier gaan we verder chillen en een beetje zwemmen en zo. Eten. Shit, wat gaan we eten? Niet weer Japans, toch? Nee, of sojaki? Misschien Italiaans? We zien het wel, maar niet weer sushi of gewoon iets Japans. Dat chappen we altijd. Oké, luister. Wie het snelst van ons twee op blote voeten dit parcours kan afleggen, ja? Ja! Oké, maar waar beginnen? Dat is een goede vraag, ja. En dat zijn twee verschillende stormbanen naast elkaar, dus. Oké, je mag de grond niet raken. Je begint hier. Moet je over al die dunne plankjes, moet je helemaal omhoog. Ik zal het even aan jullie laten zien. Hebben jullie goed beeld erbij? Ga je hier zo. Kijk. En dan moet je eindigen. Daar zo, hierboven. Dus hier eindig je dan, zo. Marjan gaat de tijd doen en ik ren met Sheet met hem te filmen. Hij gaat eerst dan ik. Oh, Sheet wil, Steempje Schaar nu als eerst moet. 3, 2, 1. Steempje. Oh. Steempje Schaar. Het is gewoon 3, 2, 1. Dat vind je ook een geweldige mogol. Oké, 3, 2, 1. Nee, Steempje Schaar. Gas, wat ben je aan het doen, man? Fucking hell. Oké. Steen, papier, schaar. Ja, ik moet beginnen. Oké. Moet jij mij filmen? Als je de grond raakt, ben je af. Ja. Oké, Myron moet even aftellen. Oké, Myron, jij moet aftellen. 3, 2, 1, start. Rustig aan. Rustig aan. Hoeveel had ik? Ga ik niet zeggen, straks pas. Oh, jij bent erg. Oké, ik was snel voor mijn gevoel, maar het kon sneller. Oké, Myron, ready? 3, 2, 1. Dat gaat hoor. Yes, ik heb gewonnen, zeker weten. Hij heeft gewonnen, hè? Ik heb screenshots gemaakt. Van beide tijden. Oké, Marvin heeft screenshots gemaakt. Ga je van een oude man verliezen? Kut, die nog zijn hele leven ook nog eens rookt en ik niet. Oké, dit is die van Shahid. Zo! Oh kut, ik ben verloren. Ja, wow, een hele seconde bijna, gek. Oh, ik wil hem opnieuw doen. Nee, zegt die vijand. Tuurlijk! Nou, Enzo denkt dat hij het nog beter kan. Dus die gaat het nog even doen. Waar is Myron nou? Oh, Myron! Enzo wil het ook nog proberen. Hey. Je moet 8,8 seconden is het snelst. Wat? Van wat? Oké, je begint dus hier. Ja. En dan moet je eindigen bij dat bruggetje, dat platform. Bovenin, okay. Gewoon één rechte lijn naar boven. Maar ik wil wel een herkansing zo. Ja, dat ligt aan jezelf. Ja, nee, dat ga ik dan doen. Kijk uit, Milana. Wat denk je? Ga je het verbreken? Ja. Ja, ik ken jou. Jij gaat het inderdaad doen. En zo is de veruit de meest fanatieke van iedereen. Moet ik die brug op of rechtdoor? Je moet rechtdoor. Dus je moet eindigen hier, maat. Okay. Echt? Ja, waar Sheet is. Oké. Kijk of je van een roker verliest. 3, 2, 1, go! En zo. En? Ja, ik heb hem verslagen. Hè? Ik hoor jou kut zo zeggen. Oh, 7! Wow, laat zien! Wow! 7, 2, 7. Yes! Let's go! Wow! Ja! 3, 2, 1, go! Kut. Wat is er? Niks! Dat scheelt echt niks! 7. Hoeveel heeft hij? Ja, 7, 7. 300 is sneller dan. Dan ik! Ja. Ik maakte één weer. Misstapje. En je bent alsnog sneller? Ja. Was ik sneller? Ja. Oh, echt waar! Ah. Ik dacht dat ik onder zat! Nee, want jij had 7,72. Ja. Ze hebben screenshots gemaakt, dus zo. Nee! Ja. Nee, maar dan ga ik nog een keer. Ja. Oh, iedereen mag tweede kans. Ja, okay. Ga jij nu? Nee, jij eerst. Oké, ik ga eerst. Oké, ik heb dus nu twee kansen gehad. Die andere. Ja, je moet een vriendje praten om me voor. Nee. Ik heb al twee kansen gehad. Zij krijgen allebei nog één kans om het te verbreken. En anders is het gewoon. Oh, ik dacht dat ik eronder zat 300. Maar ik zat er. Time, hè? Wat? Ik weet niet wat ik wil. Ik heb gewonnen. Dit. Geeft een Enzo's, of een deuk in Enzo's ego als hij dit verliest. Oh ja! Ja, dat kost. Wat? Terwijl die nog viel ook? Maat! Oh, hij is mank. Hij is mank. Alles voor je ego, bro, let's go! Oké, en dan nu Shahid die al sinds zijn 14e rookt. Ik ben benieuwd. Tel maar op, Myron! 3, 2, 1, go! Is je laatste kans, Shahid. Kom op, Shahid.
Ja! Laat zien. Oh, je bent de laatste geworden. Je bent de laatste. Ik kan toch zien dat je rookt, hè? Oh god, wat is er gebeurd? Mijn snee is open. Oh, daar heb ik ook last van. Oh, mijn voeten echt pijn. We hebben nog die dingen gelopen. Enzo, je hebt echt last van je poot, hè? Oh ja. En van je vinger. Dat heb je je vanochtend aangesneden. Het gaat me om die pure. Je hebt een zere enkel. Je snee is open. En ja, zeer goed, bro. Wel gewonnen. Ja, lekker, maat. GG, bro. Enzo belde me op vanochtend. Hij zegt, joh, kan jij even dat opblaaskussen ophalen? En dan hoorde ik 5 minuten niks, behalve had hij zijn vinger gesneden. Jij zou echt alles doen om altijd de beste te zijn, hè? Ja, ik wil altijd vergaan. Altijd. 100%. Ja. Oh, tijd om te chappen. Nog leuk brood. Nachos. Oké, dames en heren, let op. Hij is heel druk bezig met water. Hij is heel druk bezig met de handtekeningen uitdelen. Hier op. Oké, ik moet zeggen, maat, die was goed. Ja, die was goed. Ik wil gewoon rustig foto's nemen die ik zo niet verwacht heb. Ik ben echt zo... Ja, kijk goed. Maar hij is weer geleend, want je krijgt hem terug, hè? Je weet het, je weet het. Ja, zwijf op. Kijk, je moet altijd een stapje verder gaan, hè? Dat hij dit niet door heeft. Oh! Oh mijn god! Oh nee! Dit is weer typisch iets voor mij. Ik ga hem opnieuw zetten. Ik gooi over mijn eigen handtekening. Was bier? Ja. Moet altijd een stapje verder gaan. Ik zet hem wel opnieuw, ja? Komt goed, ik zet hem opnieuw. Hey, luister, ik wil dat biertje gooien. Shahid ontwijkt de helft. Ik gooi gewoon vol over dat boekje heen. Waar ik net 20 handtekeningen op heb gezet. Ja, ik heb weer opnieuw gezet. Ja, ik moet me schamen, hè? ASO-gedrag. Eigenlijk moet je de hele tijd gewoon nu gewoon netjes buiten gaan zitten en alleen maar op de stoel en alleen maar handtekeningen. Ik heb iedereen heb ik netjes een handtekening gegeven. Zo hoort het ook gewoon, hoor. Dat meisje ook echt zo van. Oh, laat ze opdrogen. Heb ik nog meer handtekeningen? Oh, ik voel me echt kut. Ik kreeg helemaal zo'n zink. Ik denk, nee. Nee, maar jullie mogen altijd bij mij de foto. Ik heb zo'n enorme waardering voor jullie. Dus mocht je me tegenkomen, ik zeg altijd ja tegen foto's en handtekeningen. En het is altijd gewoon ook leuk. Gewoon gezellig, positief. Nee. Nee, jou in mijn zak slaan, net een hond. Hey, maar Virginio, jij en je zusje. Gewoon, jullie staan gewoon om hoekjes mij op te wachten en slaan me dan vol gewoon, hè. Auw. Wat moet je van me, gast? Hey, je bent aan alle kanten geslagen. Ja, kan niks zeggen. Hey, als je 18 bent, dan kom ik voor je, vriend. Ik waardeer jullie gewoon enorm. Ja. Ja, is echt iets voor mij, hè. Oh, kijk eens even. Heerlijk, een cheeseburger. Maar moet je kijken wat Miron heeft. Heeft een salade in een watermeloen. Oeh, lekker. Fucking lekker. Ziet ook een burgertje. Dat is een tanden. Nee, zit niks tussen je tanden, man. Nee, nee. Wat gezellig was deze middag. De dag is nog zeker niet voorbij. Ik blijf namelijk bij Enzo slapen, omdat morgen doe ik mee aan de Enzo Olympics. Dat zijn de Olympische Spelen, maar dan met eigen regels die Enzo zelf geschreven heeft. Dus echt superleuk, doe ik aan mee morgen. Dus ik ga niet helemaal terug naar huis en dan editen en dan slapen en dan weer helemaal terug naar Enzo. Nee, ik ga gewoon gelijk mee naar Enzo. Ik heb mijn laptop gelukkig bij me, dus dat komt goed uit. Supergezellig. Wat ben jij nou aan het doen dan? Ah joh, gast. Ik sloeg op mijn schoen, nee, ja, dat deed pijn. Milana, kan je dit? Kan je dit? Je onderlip op je boventanden zetten, zo. Oké, ik ga Shahid roepen. Deze mannen gaan allemaal zo... doe het eens één keer voor wat jullie gaan doen. Ja, ja. Shahid, kom eens! Zij wil even een catchphrase van jou roepen op video. Kijk, Shahid heeft altijd... We hebben hem al besteld, een shirt trouwens. Hé jongens, maar wat doen we dan? Wat doen we dan? Shahid! Je kan maar huilen, letterlijk. Waar is je Porsche, joh? Staan ze allemaal zo... Fucking grappig, jongen. Ja, thanks, boys. Ja, we hebben anders trouwens dan nog niet. Ja! Oh! 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 Ik was het helemaal vergeten. Ik was echt gewoon een halve dag later. Hé,
Ik zei het al, het gaat me lukken. Bij mij neem je het goede adres. Het voelde alsof je een doos naald gooit of zo. Lekker maar. Je wil het hebben voor je vrienden. Ja, ja. Alsjeblieft, kijkers. Oh mijn god. Ik schrok me helemaal dood, hè. Oh, die wil ik echt niet, zo niet zien aankomen. Nee, maar dat is de bedoeling. Jij wilde dat. Dus, wow, die was goed. Zit er een vlekjes? Nee, denk ik. Oh, hier. Jawel. Oh, wat is dat dan? Is dat die deksel? Ja, dit sorry man. Hey, dat is ja. Oh, dit is fucking goud. Dit is echt goed. Ik kan me zo niet aankomen. Is dit de beste tot nu toe? Ja, ik heb het pas 3 keer gedaan. Ik had het met Quinn en Roy gedaan. Quinn had me ook best goed. Ik kwam helemaal los uit mijn stoel en Roy. Je had me niet, welke door. Ik ga het nog een keer eerder doen. Top, lekker hoor. Het beste, ja. Nou, Enzo is zo lief om het op te ruimen. Oh, joh. Oh, die is gewoon hard, hè. Oh, dude, hè. Dat is gewoon een kom. Ik dacht alleen, wanneer komt de confetti? Wat de fuck? Is het Lamborghini champagne? Lamborghini champagne. Ja, heel leuk, die Lamborghini champagne. Alleen ik heb er helemaal niks aan, want ik moet rijden. Kijk maar. Geen alcohol voor mij. Tijd om te chillen bij Enzo. Ik moet een beetje stil zijn. Enzo en Myron die liggen op bed. Die zijn lekker gaan slapen. Ik ben wakker gebleven om mijn vlog te editen hier bij Enzo in zijn studio. Ik zeg ik aan mijn studio, hè. Kijk jongens, dit is de oude playbutton van vroeger. Een gouden. En tegenwoordig zien ze er zo uit. Kijk, dit is voor 100.000 abonnees. Die gouden is voor 1 miljoen. Zilver krijg je bij 1 ton en bij 1 milli krijg je een gouden. Maar dat is de oude playbutton die daar hangt. Maar tegenwoordig krijg je dus deze, maar dan in het goud en dan knijtergroot. Dat is gewoon groot als die. Dus ik zou zeggen, vergeet zeker niet te abonneren, nee. Nou, ja, nee. Ik hoop het ooit op 1 dag te halen, maar of het gaat gebeuren, dat gaan we nog allemaal zien. Morgen ga ik dus meedoen aan de Enzo Olympics. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat verlopen. We gaan het zien. Ik moet mezelf gaan bewijzen, denk ik. In ieder geval, ik ga de vlog afsluiten. Ik kan niet, oké, dames en heren, dat is de vlog doen, want dan maak ik ze wakker. Dus ik sluit de vlog even gewoon op een normale manier af. Het was vandaag een heerlijk dagje. Ik heb genoten. Ik hoop dat jullie meegenoten hebben. Mocht dat nou zo zijn, vergeet zeker niet te abonneren hier beneden. En dan ga ik jullie morgen weer zien om 5 uur. Dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later! Ik was bang. Lekker ijsje.